Goedemiddag. Hier ben ik weer een keertje. Ik heb vandaag een boek voor u om te laten zien. En dat is Love Notes van Gravity 45. Ik had hem al een tijdje in huis omdat ik het zo mooi papier vond. En ik wilde er iets speciaals mee gaan doen. Eindelijk had ik het idee. Ik heb hem gezien op YouTube. Dus het is niet mijn eigen idee. Maar ik vond hem zo mooi om te maken. Dus hier is de doos. Zoals u ziet, dit is de zijkant. De achterkant, ja, hij is zwaar. En nog een zijkant. De zijkant is gesloten. Met een lint, maar ook met magneetjes. Nu gaan we het album openmaken. En als u ziet, hebben we hem ook hier weer gedaan met een lint. Hier heb ik een spons voor gebruikt van 1,5 inch, doormidden geknipt en bewerkt met glossy accent. Zodat je mooie afgewerkte linten krijgt. We maken hem even open en dan halen we hem eruit. Dat gaat best nog zwaar, want hij is echt wel... Het gaat best wel moeilijk, want hij is best wel zwaar. We doen de doos even apart leggen. En dit is het album. Ook hier weer bewerkt. Hier ook weer. Dit is mooi zwart gebleven. En nu gaan we van binnen bekijken. De eerste pagina kunnen we zo openmaken. En dan zien we hier foto's. Klappen hem dicht. En hier foto's. Dit is de eerste die ik ook echt met foto's heb bewerkt. Omdat ik het zelf zo mooi papier vond. Dit is Lowlands 2007. Mijn zoons zijn jaren naar Lowlands geweest. Dus ja, dat moest erin. Ik moet er de foto's nog van vinden. Want die moeten ergens nog liggen. Maar die heb ik nog niet gevonden. Maar die kunnen hier natuurlijk allemaal straks heel mooi in. Ook hier kan de tag in. En hier kan die in. En dan gaat die zo. Hier kan ook. Ik ga hem er even gewoon nog even uithalen. Want u ziet, ik moet nog wel wat foto's inplakken. Hier kan ook een tag in. Hier heb ik een mooie foto in gedaan. Die blijft gewoon zo zitten. Dan gaat dit met een magneetje. En dan ziet u hier ook weer foto's. En sluit ook weer. Met een magneet. Hier foto's. Hier een foto in. En hier foto's. En omdat mijn zoon de muziek voor deze musical heb geschreven, vond ik dat wel leuk om dat hierin te bewerken. Dus zodoende. En hier kunnen ook nog foto's in. Maar kijk. Ook dat kan nog met foto's bewerkt worden. Dan hebben we hier een pagina. Hier zit nou even nog geen foto, maar daar kan ook een foto in. Ik heb nu even een stripje ingedaan. Dan gaat deze zo open. En hebben we hier een grote foto. En hier kan ook nog iets. Nou, dat is de volgende pagina. Dan hebben we hier een pagina. En die kan zo en zo open. En ook hier kan die nog aan twee kanten open. Dus je ziet aardig veel ruimte voor foto's weer. En... hier kan hij gewoon tussen. Hierachter zou je hem gewoon ook gewoon kunnen plakken. Dus ook hier heb je nog ruimte voor foto's. En ook aan deze kant. En aan deze kant. Dan hebben we hier een hele makkelijke pagina. Weer even losmaken.
dan zie je die kan er helemaal uit. En dan heb je twee mooie foto's. Hier hebben we een soort acetaat waar je die keurig tussen kan. En zo zit hij weer netjes dicht. Dan moet ik iets verder. Zo, ja. En zo. Die is ook weer dicht. Dan krijgen we deze. Dan kan hier nog wat tussen. Dit is het afstudeerproject van het conservatorium van mijn zoon. Dus ja, daar moeten nog wat meer foto's ook in. Maar die moet ik ook nog even pakken. Maar het gaat er maar om dat u het idee ziet. En ook hier kan een tekst of een boodschap. Hier nog een. Hij zit er best wel veel pagina's in. En het is zo fijn met deze dat hij zo heerlijk makkelijk open en dicht gaat. Omdat er een dubbele binding in zit. Dit is de mascotte van de band. Die moest er natuurlijk ook in. Dit is een hele simpele. Hier kan gewoon weer een foto in. Ik heb er nu even een tekst in gedaan. Van journaling van de Perfectly 45. Dat kan natuurlijk ook als je dat wil. En dan hebben we hier weer een pagina. Waar ze met de band aan het spelen zijn. Hier kan ik nog een foto doen. En hier ook nog eentje. Zo. En dan hebben we weer nog een pagina. En daar zitten hier twee foto's. En ik heb ze er hier los in gedaan. Omdat ze erbij hoorden. En ik vond dit zo wel leuk staan. Want anders kwamen ze zo. En dan steken ze eruit. En dan vond ik het mooi. Dus ik heb het zo opgelost. Deze zit weer met een magneet. Die waren van Stamperia. Dat zijn nieuwe magneetpetjes. Ik vond het erg leuk bij deze pagina staan. Dus ik heb het nu eens zo dicht gemaakt. Het open. Okay. Hier kan ook weer een tekst in. Hier kan ook weer wat in. Ook aan deze kant. Open. En dan hebben we weer een waterval waar ook weer heel veel foto's in kunnen. Deze is weer eenvoudig met een tak. En de laatste pagina. Die gaat weer zo. Hier kunnen nog foto's. En hier. Dit is weer het album voor vandaag. Heeft u er vragen over, dan hoor ik ze graag. Wilt u hem een keer zelf maken, kijk dan in onze website www.hetcreatievezwaantje. Want wij geven ook workshops in het maken van albums, in het maken van doosjes, achtergronden maken. Dus heeft u vragen, dan horen we ze graag. Neem gewoon vrijblijvend even contact met ons op. Voor de rest wens ik ieder weer een heel fijn weekend en tot de volgende keer.